We maken ons zorgen. Zorgen. Kopzorgen. Kunst. Beste mensen, voor ons is kunst geen knip- en plakwerk, maar pure belevenis. Wij leven in een maatschappij die zo hard draait rond esthetiek en beeld. De geplande besparingsmaatregelen zullen veel meer mensen treffen dan dat nu gezien wordt. Men begrijpt niet dat cultuur de basis is van een goede en vriendelijke communicatie. Je hoeft er niet van te houden, maar onrechtstreeks ben je er constant mee bezig. En leer je er constant van. Niet enkel onze toekomst, maar ook onze droom wordt voor onze ogen helemaal weggerukt. Het wordt moeilijker en moeilijker om als jonge kunstenaar tussen al die kangers een plek te vinden. En deze maatregelen smijten de deur voor onze neus nog eens extra dicht. Toch wringen honderden studenten zich tussen de kier van de deur om in de kunst van morgen veilig te stellen. We laten ons niet doen. Wie verbeeldt de wereld van morgen? Morgen. Morgen. Steun de jonge kunstenaars van nu. Van nu. Van nu. Van nu. Wie verbeeldt de wereld van morgen? Steun de kunstenaars van nu. Wie verbeeldt de wereld van morgen?